De mensen die vooral heel blij zijn met dit, zijn de mensen in de verschillende wijken in Rotterdam, waar de bewoners hier nou echt tenenkrommende overlast hebben veroorzaakt. En die mensen daaruit, waardoor er weer rust komt in de wijken, dat is de allergrootste winst van de Skevenhuizen. De reden voor de uitbreiding is dat er een wachtlijst is. Dus dat er meer mensen zijn waarvan het goed is dat ze even uit hun wijk worden gehaald, uit hun wooncomplex worden gehaald. Te veel overlast, te veel problematiek, te veel slachtoffers die gewoon niet meer lekker kunnen leven in hun woning. Dan halen we die mensen eruit. Die kunnen hier de rustpauze krijgen en begeleid worden. Een beetje opgevoed worden op weg naar weer terug de normale woonsituatie in. Het blijkt dus dat deze mensen dus vaak door de wetten van Nederland de mogelijkheid hebben om de deur dicht te houden. Je hebt gewoon huurrechten, dus ik kan de deur dicht houden. Niet zelfstandig genoeg zijn om te kunnen wonen. En vaak ook nog eens een keer een psychiatrisch ziektebeeld hebben of een verslaving. Nou, al dat bij elkaar opgeteld zorgt dat voor die overlast. En is het op een gegeven moment onhoudbaar voor henzelf, maar ook vooral voor de buurt die daar zoveel last van hebben, dat dat bij de rechter komt. En dan kunnen ze hier naartoe komen om dus als een soort laatste kans, en dan staan ze gewoon op straat. En voor deze mensen is dat eigenlijk helemaal niet goed om op straat te komen, omdat ze dus vaak ook psychisch ziek zijn en het een en het andere ja, mankeren echt. En dat is gebleken, dat vind ik dus heel positief, dat het dus wel degelijk vooral een effect kan hebben als je ook daadwerkelijk met die mensen aan de slag gaat. En niet dat je denkt van joh, we laten ze aan hun lot over.